Leuk dat jullie er zijn. Ja. Wat is jouw naam als vragen? Ik ben Iris. Oh, Iris, welkom. En jouw naam? Romy. Romy, ja. Leuk dat je er bent. Hoe ben je eigenlijk bij het mountainbiken terechtgekomen als vragen mag? Nou, mijn vriend die had hier vaker mountainbikes gehuurd. Oh, leuk. Dus zodoende. En wat moet een beginner, een nieuwe mountainbiker eigenlijk weten als die gaat beginnen? Wat is belangrijk volgens jou? Wat voor dingen moet je op letten? Ja, wel hoe je met die versnelling kan werken. Dan moesten we even, nou, we hadden het wel snel door. Ik kan me voorstellen als je dat nog nooit hebt gedaan dat het wel handig is. Ja. En nou, wij wisten zelf al waar het parcours begon. Oh, te leuk. Maar ja, misschien is dat voor sommige mensen ook wel handig als ze hier voor de eerste keer komen. Dat ze even weten waar ze het beste kunnen beginnen. Oh, leuk. Ja, ja, vandaar. En hoe voel je zeg maar de helm, hoe vind je dat dan? Als je de eerste keer een helm op weet, wel gewend, doe je soms racefietsen toevallig of zo? Ja, ik heb mijn eigen helm van wielrennen. Oh, leuk. En, ja, die kan ik ook gebruiken voor mountainbiken. Dus ja, dat zit sowieso wel goed. Ja. Ja. Ik mountainbike of wielren niet, dus ik heb dat niet. Maar ja, het is gewoon zo'n helmpje, je draait hem hier naar achteren. Een beetje skihelm, toch? Ja, ja. Je gaat maar aan de achterkant aan en vastklikken, dus ik denk dat je dat al snapt. Ja, voor de rest, wat zou je nog meer moeten weten voor op de fiets? Ja, echt die versnellingen denk ik. Ja, en ik denk misschien qua remmen. Ik bedoel, wij weten wel van... Oh ja, voor en achter even remmen. Te wennen. Ja, ja even ja, uit de achter de stier. Ja, ja, dat is een goede insteek. En hoe ben je zeg maar... wat vind je echt anders als racefietsen en mountainbike? Wat is dan echt duidelijk anders, zeg maar? Nou, sowieso het parcours natuurlijk. Ja, zo. Dus mountainbiken, ja, wel een stuk technischer. Ja, vandaar. En dan is het vooral echt de fiets onder controle krijgen en dan ga je vanzelf harder. En bij racefietsen zit je natuurlijk wel wat meer op de snelheid en gewoon de lange vlakke stukken. Ja, ja. Avontuur, denk ik. Ja. Ik denk dat bij mountainbiken, als je een verkeerd stuurfoutje maakt of zo, nou, dan lig je misschien om. Oh ja. Dat is wel leuk. Ja, dat maakt het wel spannend. Ja, dus het komt wel echt spannend. Ja, vooral dat eerste stuk daar. Ja, dat is wel een goede klim inderdaad. En het is natuurlijk wat meer interval. Want ja, soms dan ga je naar beneden en dan fiets je. Dan is het echt vooral techniek. Ja. En zeker hier waren er ook wel echt stukjes dat het wel even klimmen is. En ja, wel even aanpoten. Ja, vandaar, grappig. Hè. Een paar minuten had ik echt geen zin meer in. Nee. Dat is veel te heftig. Oh, meen je niet? Oh, grappig. Maar uiteindelijk hebben we toch de 18 kilometer gedaan. Oh, dat doe je goed. Die vond ik wel zo leuk. Oh, beter. Ja, ik dacht bijna een draai om. En we hadden dus ook de tip gekregen om daar bij de parkeerplaats te beginnen. Dat mijn vriend zei, ja, dan heb je gelijk dat hoogste stukje gehad. Oh ja. Dat klimmetje en dat was wel, daarna viel het dus eigenlijk heel hard mee. Ja, top. Hé, hey, fijne dag nog dames. Ja, zeg het voort en bedankt voor de leuke dag. Ja, top. En bedankt. Dankjewel. Tot ziens.